En welkom bij deze nieuwe aflevering van Affiche. Compagnie Courage verkent opnieuw de grenzen van het theater en brengt een gloednieuwe productie op de planken. En ons aller Christophe duikt onder in het repertoire van ons eveneens aller Wiltura. Maar dat is muziek voor straks. Eerst dit, want Els de Schepper is zwanger van een nieuwe productie. En daar komt ze hier nu alles over vertellen. Ik zag jou een beetje schrikken. Wat dacht je? Ik denk, oei, is er iets dat ik niet weet? Van de Heilige Geest, Jan de Schepper, het kan. Of van met je raam open te slaan. Je weet nooit, hè? Ja, weet dat niet. Tegenwoordig kan alles. Maar in elk geval, je mag het zo'n beetje omschrijven, want je bent met een nieuwe productie bezig. Het is toch altijd een beetje een bevalling, of niet? Absoluut, ja. We zijn nu echt nog maar aan het begin ervan. Mm-hmm. We konden het wel al aan om het te laten weten. Maar nu gaan we de komende maanden volop eraan werken, aan de nieuwe voorstelling. Ja. Dus dat heeft een heel maakproces. En wellicht zit er dan zoiets in jouw hoofd van, ja, dit wil ik gaan maken, maar dan ontdek je wellicht probleempjes of blijkt iets niet te werken. Ja, je ontdekt nieuwe ideeën. Maar dat is altijd wat ik zeg tegen de mensen die mij bijstaan. Van de 100 ideeën blijven er hopelijk 5 hele goede over. Ja. Dat is meestal zo. Kill your darlings. Ja, en ook dingen die we gegooid omdat ze dan niet meer aan de orde zijn. Of die toch niet werken. Of die niet passen. Ja, ja. Dat soort zaken. En het voorbije seizoen of de voorbije seizoenen post-corona, zeg maar. Of zelfs een beetje ervoor heb je ze zien vliegen. Ja. Als de schepper ziet ze vliegen. Was iets heel speciaals met gelegenheidsacteurs, amateurs? Ja, in die zin dat iedereen kon zich inschrijven die zin had om een keer mee te spelen. Op de plank. Dus had geen ervaring nodig. Maar die hebben wel een dag opleiding gekregen. Een volledige dag. En dan ook nog een heleboel studiewerk dat ze thuis moesten doen. Dus, en je merkte wel, de mensen hadden echt wel zin om dat te doen. En ze hadden ook allemaal echt gestudeerd. Het was niet en dan zo vrijblijvend. Elke avond. Nee. Je ging een engagement aan. Uh-huh. En op elke avond kwamen er dan 8 nieuwe amateurs dan op podium. Waarmee we dan ook nog eens de soundcheck deden. Nog eens repeteerden. Nog eens oefenden. Dus dat was best veel werk voor ons allemaal. Maar ze deden dat allemaal wel goed. En ik mag met blijdschap melden dat de voorstellingen, dat was dan hun examen. Ja. En ze zijn allemaal geslaagd. Ze hebben allemaal een doctoraat. Ja, een doctoraat. Nou, doctoraat is veel gezegd. Els de Schepperkunde. Maar ze hebben een oorkonde. Ja. Maar dan doe je jezelf toch heel veel. Miserie is misschien een zwaar woord, maar je gooit toch veel bij in de korf. Ja, nee, je daagt jezelf uit. Ja. Dat is hetgeen wat ik nu altijd zeg. Positief. Je moet jezelf heruitvinden, ook naarmate dat je ouder wordt. Mm-hmm. Ga niet weer een pakken neerzitten. We gaan hopelijk nog heel, heel lang leven. Ja. Waarom zou je in de zetel chips zitten eten voor de tv? Ja. Behalve als je naar mijn tv kijkt, natuurlijk. Daar is niks op tegen. Ja, mensen thuis zitten nu trouwens. Mag af en toe, maar je moet jezelf ook uitdagen en heruitvinden. Ja. En nu krijg je een nieuwe voorstelling met de leuke titel Wat doe ik hier? Dat klinkt mij filosofisch, twijfelend. Ja, alles wat ik gemaakt heb, zit altijd een diepgang in. Zit altijd een vraagstelling in, een thema in alle voorstellingen. Ja. Deze keer is het, wat doe ik hier over de zin en de onzin van het leven? Ja. Van wat doen we hier met z'n allen? En uiteraard gaan al mijn personages daar over die vraagstelling zich buigen. Maar we hebben ook iets heel speciaals. We hebben ook elke avond een mystery guest. En dat is elke avond een andere mystery guest. Dus ook opnieuw jezelf uitdagen. Ja, dat is toch wel. Nu begeef ik mij op een nog onzekerder pad. Maar dat is ook weer een uitdaging. Gelukkig heb ik Stef Boers, met wie ik het Jij krijgt een pluimboek heb geschilderd en getekend. Ik heb dat hier voorgesteld. Ja, klopt. En die brainstormt mee, maar die gaat deze keer ook mee op het podium. Aha. Hij is eigenlijk de yin, ik ben de yang. En zo vullen komt elkaar het evenwicht aan. Een beetje. Ja, en dus de mystery guest, die kondigen we ook niet van tevoren aan wie het zal zijn. Ja. Dat wordt tijdens de show onthuld. Mensen moeten ook mee raden wie het zal zijn. En dat kunnen mensen van allerlei allooi zijn. Dat kunnen wetenschappers zijn, journalisten. Dat kan iemand uit de entertainment zijn. Dus dat echt kan alle mogelijke disciplines. Ja. Ja. Maar de enige voorwaarde is dat het mensen zijn die authentiek durven zijn. Die iets te vertellen die durven hebben. Uiteraard. Die hun hart durven blussen. Mm. En die al eens over de kwetsbaarheid van het leven durven spreken. En vind je die gemakkelijk? We hebben er toch al een aantal die ja gezegd hebben. We zijn nu nog maar aan het begin daarvan. Dus ik
maakt me sterk dat we die lijst heel makkelijk vol gaan krijgen. Is het echt heel jouw tournee telkens iemand anders? Of, of is het een pool van, ik zeg maar, uitgaat? Nee, het is telkens iemand anders. Ja. Dus het is ook een verrassing voor de mensen wie er gaat zitten. Ja. We konden het bewust niet van tevoren aan om geen voor- en tegens te hebben. Nee. Omdat ik ervan uitga, iedereen heeft iets te vertellen. En iedereen kan verrassend en interessant uit de hoek komen. En ze komen ook naar jouw show. En ze komen naar mijn show kijken. Ja. Het is, de gast wordt mee opgenomen met al die personages. De personages gaan die persoon ook interviewen. Dus dat klein Elke gaat de stoute vragen stellen. Tante Rita, die gaat misschien een liedje zingen voor de gast en zo. Allee, bon, Nonkel Richard. Ja, de meest foute mens ter wereld, Nonkel Richard. Maar eigenlijk Goe van Aert, die zegt dan alle foute dingen. Ja. Die is helemaal anti-woke. Terwijl Tante Rita woke is. Die zitten er allemaal in. Ja. Maar ik bewonder dat enorm in jou. Hè, want je hebt zoveel creativiteit. En je zet ook al die deuren open. Al die creativiteit komt eruit en dan maar sorteren. Ja, valt me nu opeens iets binnen van toen ik ooit begon. Toen was ik nog zeer sterk onder de indruk van critici. En dan was ik daar, pas op, ik vind dat nog altijd niet leuk. Hè? Een criticus die in één pennenstreek alles afschrijft wat hij doet. En denkt het ook vaak beter te weten dan jouw intenties. Ik vind het zo makkelijk. Ja. Terwijl mensen hebben een jaar aan dingen gewerkt. En keihard gewerkt. Maar toen was ik daar zeer sterk van onder indruk. En toen zei men mij, en ik vond dat echt wel, het is een ongeleid projectiel en ze weet niet wat ze moet kiezen. En dit en dat en dat. Maar uiteindelijk ben ik daartoe gekomen. Maar jongens, ik heb een heel eigen stijl. Ja. Doordat ik zoveel verschillende disciplines daarin breng. Ja. En dat is mijn stijl. Ja. En daar moet je ook geen keuze in maken. Je moet jezelf ook niet in de keus lijf. Waarom zou ik voor een criticus een keuze moeten maken? Nee. Ik speel voor het publiek. Ja. Hè. En ook voor je eigen verrijking binnenin als mens. Tuurlijk, zeker. Ja. Dus, we gaan het er zo dadelijk nog verder over hebben, want ik heb nog heel veel vragen. En je triggert me met elk antwoord dat je geeft, trigger je mij. Dus we zijn nog een paar uur bezig. Tot zo dadelijk, Els. En wij komen dan ook bij jullie terug. Tot zo. En welkom terug bij Affiche. Bij ons nog altijd Els de Schepper. En die gaat met een levensvraag het theater in. En ja, ze begeeft zich op glad ijs, denk ik dan. Want dat loopt toch niet altijd goed, Els? Wat bedoel je? Ik bedoel, jouw show is wel. Maar ik bedoel, je brengt een show. Je gaat die dan modelleren avond per avond met de centrale gast. De typetjes die... We gaan een heel strak systeem hebben met onderwerpjes. We bouwen het op als een radio talkshow. Ah, waar we ook met jingletjes werken en zo. Dus dat wordt eigenlijk een spektakel. Waarbinnen die gast in die items inpast. En dat is natuurlijk... De vragen die we stellen, zijn aan de gasten aangepast. En dat zijn die gesprekken. Van het dat moment hebben wij zoals wij het nu ook doen. Ja, en je freewheelt wel eens, maar je gaat wel terug naar jouw... Maar 80% is wel gescript en de andere 20% is... Ja, ik denk net iets meer, dat er iets meer ongescript zal zijn. Maar ik durf toch te zeggen dat ik een klein beetje ervaring heb. Na al die tijd. En dus hoop ik dat een goede... Ja, het begint er natuurlijk eens aan. Klein beetje van te weten. Dus ik denk dat dat wel goed gaat gaan. Maar ik kan me inbeelden als iemand telefoon krijgt van Els de Schepper en die zegt, wil jij bij mij in mijn theatershow komen? Dat hij denkt, ja, die Els, ik ken ze. Ze is explosief, vol energie. Ga ik daar wel in overeind blijven? Heb je die reactie al gehad? Nee. De mensen die... weten ondertussen, denk ik toch wel, uiteraard energiek. En pas op, ik heb ook een hele sterke yin-kant. Hè. Thuis ga ik absoluut zo niet doen. Ja. Ik ben een hele rustige, kalme mens. Anders dan... Ja, maar dat is niet vol te houden. Nee, dan ga je overkomen. Maar ik heb altijd met respect voor de mensen op het podium gewerkt. En de amateurs van de vorige show kunnen dat heel erg getuigen. En dan kom je ver, hè? En, ja, maar dat moet ook. We leven in een tijd waarin dat er ontzettend veel polariteit is. En ontzettend veel voor en tegen. En we zitten allemaal in kampen. En ik ben dat zo beu. Ik ben dat zo beu. Dan denk ik, nee, met respect voor elkaar. Ja. En daar, vandaar ook, dat is ook de insteek geweest naar om iemand anders te horen. En vandaar dat we het ook niet aankondigen van tevoren wie het zal zijn. Omdat mensen moeten... de vooroordelen... weg daarmee. Ja. Luister naar een mens. Elke mens heeft iets interessants te vertellen. Is dat een beetje het thema dat je als rode draad... Want je hebt altijd wel... Je zei het net altijd, is... het zijn geen vrijblijvende voorstellingen. Nee. Het thema is met veel plezier en veel hilariteit...
de vraag van, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. En eigenlijk zou mijn droom zijn, maar daar zullen we wel zien hoe dat we daar geraken, dat die gast antwoordt op, ernstig antwoordt op de vraag, wat doe ik hier in het leven? En wij ook, maar op het einde van de show is het hopelijk ook de bedoeling dat je zegt, wat doe ik hier? Wat is dat hier allemaal? Zo, en dat is dan die andere kant van dat verhaal. De plezieren en, het, en, de, en da, daar gaan dus we... Dus eigenlijk via de kolder toch tot de kern van de zaak komen. Je moet die beide kanten En ga je er achteraf iets mee doen? Want je krijgt wel unieke portretten van heel veel mensen. Dus we hebben... We gaan er nu vanuit, maar pinnen we er niet op vast, dat de helft van de show is, zijn echt vaste sketchen en vaste dingen die we schrijven voor het theater. Want vergis u niet, de mensen krijgen een theatershow. Hè? En de helft is met de gast dat we gaan dollen. Dat knippen we er ook uit en daar maken we later een podcast van. Nice. Ja. Dus elke keer, zodat je, die gast ook op een piedestal wordt gezet. Ja. Dat vind ik belangrijk. En dat je ook een mooie collectie krijgt. En wijsheden of interessante dingen van verschillende grappigheden, want niet iedereen zal even grappig zijn, maar er zullen wel een paar grappige mensen tussen zitten ook. Dus we gaan dat zien. Dus, en dat de mensen op het einde zeggen, het publiek, dat wist ik niet. Of dat is interessant, of dat is leuk. Ja. Zo. En leg jij jezelf dan een discipline op om die show te maken? Ben jij nu bijvoorbeeld in deze fase elke dag een aantal uren bezig? Of komt dat wanneer het komt? We hebben nu vorige week persconferentie gehad. Dan hebben we eigenlijk een stuk getoond. Want we waren met Slons die van ons. Die was onze mystery guest. En daar hebben wij een heel stuk mee voorbereid. Met z'n tweeën. Dus daar hebben we al aan gewerkt. En nu gaan we week aan week werken wij inderdaad een aantal dagen aan die nieuwe voorstelling. Ja. En zo. En ben nog met een paar andere projecten bezig. Ook met mijn kunstwerken bezig. Dus het is een full program. De zwangerschap is groeiende. Ja, ik heb meerdere baby's die geboren gaan worden de komende tijd. Ja, en af en toe maak je ook eens een uitstapje. Ik bedoel, je hebt theater, puur theater. Ik denk aan Piaf gespeeld. Zitten er zulke dingen nog? Want je ging Judy Garland ook doen, dacht ik. Goed. Helaas. De music hall is failliet gegaan. En dat is niet doorgegaan. Nee, voorlopig zit dat er niet in. En het is niet dat ik dat niet wil doen. Nee. Of het is niet dat ik geen tv wil doen. Maar goed, we weten het allemaal. Als je ouder wordt en zeker als vrouw in de media. Helaas. Dus ik blijf het nu aankaarten. Vandaar elke gelegenheid die ik heb, zeg ik. Ik heb het ook gistermorgen in het theater in de Wiekenzelen ook nog aangekaart. Daar zaten ook heel veel wat ouder publiek. Zeg, het moet gedaan zijn met het feit dat wij als oudere mensen... En pas op, als vrouw in de media word je vanaf je 45 al oud. Je wordt al en heel... oud met D en T, hè. Ja. En ik zeg, dat moet gedaan zijn. Ja. Want wij gaan wel allemaal 90 jaar worden, of toch de meeste. Dus we kunnen veel langer Dus mee. Ze creëren een probleem. Door mensen die ouder worden niet te eren met hun ervaring. Ze vinden het vervelend omdat ze dan geld kosten. De mensen die ouder worden voelen zich afgeschreven. Ja, we moeten met z'n allen... Die ook geen klankbord meer vinden. Ja, want ik ben ook opnieuw aan het studeren bijvoorbeeld. Ik volg 3D-opleiding, 3D-scannen, printen. Als en, de schepper zit niet stil. Maar dat is voor mijn kunstwerken ook. Ja. En, maar dan denk ik, het is toch niet omdat je wat ouder wordt... Dat je moet dat dit was het dan. Dat moeten wij ook leren. We moeten wat meer krediet leren. Maar mensen die ouder worden moeten dat leren, vind ik. En de mensen die niet oud zijn, moeten ook proberen de ervaring van ouderen daar gebruik van te maken. En dan hebben we geen probleem, maar dan hebben we iets, een samenwerking. Ja. Dat moeten we doen. Fantastisch. Ik voel die voorstelling al komen. Als mensen willen weten, want de lijst is nog niet volledig... Kunnen ze zich aanmelden op jouw nieuwsbrief, dacht ik? Ja, www.alschepper.com/nieuwsbrief. Of op de website. Ja, op de website zoek maar een nieuwsbrief. Ja. En er komen nog heel wat voorstellingen bij. Het is nog niet volledig. Ja. Ik heb me niet afgevraagd, wat doe ik hier? Gelukkig. Ik was me aan het afvragen van, hoe lang mag ik nog blijven doorbabbelen? Maar wij kunnen nog uren doorgaan. Ja. Weet je, ik kom kijken naar die voorstelling. En het nodigt ook uit om verschillende keren te komen kijken. Want het zal altijd het is altijd een verrassing. Ja. Commercieel. Tja, zo had ik er eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Dat inderdaad eigenlijk ook een extra uitdaging is. Nou ja, we zullen wel zien. Ik wens jou in elk geval heel veel succes bij de zwangerschap, bij de bevalling. En daarna bij het opgroeien van jouw voorstelling van het kind. Ja, we komen kijken in elk geval. Ja, Els de Schepper, de leading lady van de Vlaamse cabaretwereld, gaat eind dit jaar dus op tour met haar nieuwe voorstelling Wat doe ik hier? Een hilarische talkshow on tour over de zin en onzin van het leven. En de première is voorzien op 4 oktober in de Antwerpse Arenberg. En daarna op tournee in de Vlaamse Schouwburgen en culturele centra. En alle info kan je terugvinden op elsdeschepper.com. En je kan je daar ook abonneren op de nieuwsbrief. Dat heb je gehoord.